Welkom. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart spreken wij vijf politieke partijen. We vragen ze wat zij willen doen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. En in het bijzonder hoe zij het makkelijker kunnen maken voor bedrijven om met de circulaire economie aan de slag te gaan. Mijn naam is Mark Beumer, werkzaam bij het Groene Brein en het Versnellingshuis Nederland Circulair. En bij mij is digitaal aanwezig Eva van Es, Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. En nummer 6 op de lijst voor 17 maart. Eva van Es, van harte welkom. Fijn dat u er bent. Dank je wel. Wat heeft u zelf met het thema circulaire economie? Zit er een persoonlijke link? Ik doe dit thema. Zo klinkt het hem in ieder geval als Kamerlid nu zo'n anderhalf jaar vanuit mijn dossier op dit moment. Dus mijn persoonlijke link is wel vooral het afgelopen anderhalf jaar keihard knokken voor een betere circulaire economie dan die op dit moment is. Dat is mijn link op dit moment. Ja. Dat is een voornaamste link. En misschien thuis ook nog wel het een en ander. Oh, absoluut. Ja, maar dat kan je niet anders dan bij de Partij voor de Dieren verwachten, denk ik. Ja, anders kom je natuurlijk niet door de sollicitatie heen. Nee, zeker niet. Ja. U zegt anderhalf jaar al keihard geknokt. Met succes. Waar kijkt u met gloed op terug? Nou ja, vandaag zien we nu dat de blikjes toch gerecycled kunnen gaan worden. Dat is natuurlijk wel echt een succes wat behaald is. Waar ook wij als Partij voor Dieren keihard voor hebben geknokt. En ik ben echt heel erg blij om te horen dat vandaag toch versneld ingevoerd gaat worden. Echt heel belangrijk voor die circulaire economie. Ja, een succes, inderdaad. Maar tussen de regels door meen ik ook iets te horen dat het niet hard genoeg gaat. Nee, ik merk toch wel, ook die circulaire economie heeft een beetje zo'n polderig structuur van heel goed met elkaar praten, maar uiteindelijk toch nog wel echt weinig bereiken. In ieder geval, dat is wel echt wat wij als Partij voor de Dieren zien. Met ons brecht moeten we echt toe naar een vervuiler betaald principe. En daarmee kun je ook echt die circulaire economie een stuk beter en sneller de juiste kant optrekken. Ja, er zijn verkiezingen en dan zijn er verkiezingsprogramma's. En die heb ik natuurlijk even erbij gepakt. Vervuiler betaalt. Een aparte paragraaf in het verkiezingsprogramma over radicale fiscale vergroening. Zo heet die. Nou, dan komen we bij de vervuiler betaald uit. 9 plannen heb ik geteld. Waaronder fiscale vergroening door heffing op fossiele grondstoffen, dierlijke eiwitten en plastics. Dan zijn er nog heel veel andere grondstoffen ook. Komen die ook nog? Oh ja, wat ons betreft komt er sowieso, ja, als je vanuit het vervuiler betaalprincipe natuurlijk hanteert, dan zeg je bijvoorbeeld echt, dan moet je bedrijven laten betalen voor de vervuiling die ze hebben. Dat kun je natuurlijk op alle grondstoffen toepassen. We halen er in het verkiezingsprogramma een paar uit, maar als je echt naar een circulaire economie wil, moet je dat natuurlijk ook bijvoorbeeld bij heel veel bouwstoffen doen die in de bouw worden gebruikt. Noem ik nu even als voorbeeld, maar volgens mij kunnen we rijtjes lang gaan opnoemen van mogelijkheden die we daar nog tot dit moment nog onbenut laten. De lijst in het programma is niet beperkt tot wat er staat, maar het principe als geheel geldt. Dan hoor ik natuurlijk uit de Malitoren al vanuit het bedrijfsleven het woord gelijk speelveld komen. Ja, als wij in Nederland gaan belasten, dan gaan die bedrijven over de grens in Antwerpen zitten. Hoe kunnen we dat tegengaan? Is dat een realistisch argument überhaupt? Ja, je hoort hem heel vaak. En ik vraag me wel af of dat een realistisch argument is. En ik vind het ook wel een beetje een soort dreigement. Waarvan ik zelf vind van daar moeten we dus geen gehoor aan geven. En gewoon juist die bedrijven aangeven. Volgens mij kun je juist heel goed een verdienmodel in Nederland ontwikkelen. Als je je juist richt op die circulaire economie. Dus de economie voor de toekomst. En van de toekomst. En eigenlijk zou het al de economie van nu moeten zijn. En volgens mij kun je als bedrijf daar juist heel erg je in Nederland heel goed op ontwikkelen. En als je dus weg wil rennen naar het buitenland. Zou ik absoluut geen goed argument vinden. En volgens mij is het juist heel erg zonde van je business case. Ja, de fiscale vergroening, dan zitten we een beetje in het beprijzen, een beetje in het normeren. Denken jullie ook aan stimuleren als Partij voor de Dieren? Zouden er ook bijvoorbeeld meer middelen kunnen komen, als stel dat jullie in het kabinet zouden komen? Oh ja, zeker. Stimuleren. Maar wij zijn ook wel een beetje van af en toe ook misschien toch wel een verbod opleggen op een aantal dingen. Bijvoorbeeld op wegwerpplastic bijvoorbeeld. Ik vind stimuleren heel erg mooi en moet zeker gebeuren. Ik zeg daar wel meteen bij dat de afgelopen jaren er best wel wat gestimuleerd is. En je,
ik wel echt zie en vind dat daardoor er nog te weinig gebeurt om echt die circulaire economie een goede boost te kunnen geven. Dus stimuleren zeker, maar meer nodig, ja, echt absoluut meer. Absoluut meer. Als je de middelen voor de circulaire transitie vergelijkt met die andere grote transitie, bijvoorbeeld de energietransitie, is dat natuurlijk nog relatief bescheiden. Absoluut, ja. Nou, dat is zeker waar. Dus laten we zeer, zeer doorgaan met die financiële stimulatie. Maar laten we ook kijken naar gewoon goede regels. En ik denk dat het bedrijfsleven daar ook wel echt gebaat bij is. Gewoon zekerheid en duidelijkheid van wat kan wel en wat kan niet. Omdat je daardoor ook weet waar je wel en niet in kan investeren in de aankomende tijd. Ja. Als u zometeen weer in de Kamer komt, dan komt er natuurlijk weer van alles op u af. Drukke dagen, drukke weken. Je moet gaan prioriteren, dat is mijn vraag. Als je nou de komende 4 jaar 1 ding moet kiezen, je belangrijkste plan, uw topprioriteit, om bedrijven te helpen naar die circulaire economie te gaan. Wat is die topprioriteit? Die topprioriteit zou dan wat ons betreft wel echt liggen in het verder gewoon echt doelen opstellen en het verder reduceren van het gebruik bijvoorbeeld van plastic, maar ook van andere materialen. Ik vind dat in de circulaire economie wel vooral heel veel over recyclen gaat, maar veel te weinig over reduceren gaat. Voor het verminderen van grondstoffen. En ik snap dat voor bedrijven dat soms misschien voor bedrijven die helemaal producten produceren, niet altijd de boodschap is die ze willen horen. Maar ik denk wel echt dat we als Partij voor de Dieren daar een belangrijke stap in willen maken en ook een belangrijke rol in hebben. En ik denk echt dat bedrijven uiteindelijk daar ook heel veel profijt van gaan hebben. Kunt u dat concretiseren, dat profijt? Wat is het blonkende perspectief van de circulaire economie? Nou, volgens mij is het, wat ik net ook al aangaf, volgens mij is het eigenlijk de economie die we nu al zouden willen hebben, maar zeker de economie van de toekomst. Dus ik denk dat het voor bedrijven enorm helpt om nu al daarin te gaan investeren. En daardoor kun je echt nu al kijken van hoe kan ik ook bijvoorbeeld mijn verpakkingsmateriaal reduceren? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik voorop loop in de hoede? Om later misschien als je achteraan loopt, misschien nog wel financieel de consequenties daarvan te moeten dragen. Dus ik roep echt op, volgens mij kun je nu al stappen zetten. En willen wij als Partij voor de Dieren in ieder geval die bedrijven heel erg helpen om dat ook te kunnen doen. Nou, dat is een mooi bruggetje naar eigenlijk mijn laatste vraag die ik heb. Een beetje een gewetensvraag. Ik stel hem aan elke vertegenwoordiger van een politieke partij die wij in deze serie spreken. Maar als een bedrijf nou graag meer circulair wil ondernemen, en ik sta op 17 maart, ik werk voor zo'n bedrijf, ik sta op 17 maart in dat kieshokje, stem ik dan op Partij voor de Dieren? Is dat een goede keuze? Nou, volgens mij is het stemmen op een groene partij zoals de onze wel echt een van de keuzes die je dan moet maken als je echt een verandering teweeg wil brengen in die lineaire economie die we nog steeds hebben. En ik kan in ieder geval aangeven dat Partij voor de Dieren in ieder geval echt voor die radicale verandering naar een circulaire economie staat. Maar wij denken niet dat die twee paden tegelijk kunnen. Dus je kunt niet en een lineaire economie in stand houden en aangeven dat je wel circulair wil zijn. Volgens mij is het echt het moment om radicaal die keuze te maken om echt te gaan voor die circulaire economie. En als je dus voor zo'n bedrijf werkt dat echt denkt, ik wil ervan gaan, dan is Partij voor de Dieren volgens mij echt de beste keus. Plankgas op de lijst, denk ik. Ja, dat is dan weer niet helemaal de Partij voor de Dierenvisie. Volgens mij met snelwegen en plankgas geven. Maar plankgas met 100 km per uur, dan kom je ook een heel eind. In de hoge snelheidslijn. Misschien moeten we gaan in de hoge snelheidslijn. Is dat een beetje kort? We worden afgevlacht, dus we gaan afronden. Veel dank, Eva van Es, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren. En nummer 6 op de lijst voor de aankomende verkiezingen. Dank dat u bij ons wilde zijn. Helemaal goed, dank jullie ook. Van je pad. Ja hoor, dank je. Oké.